Hey, goedemiddag. Welkom bij AutoSiro. Audi Q3, maar niet zomaar in. Dit is de 2 liter TFSI automaat quattro. Dit heeft ruim 200 pk, 211 volgens mij. Vierwiel drive, mag 2000 kilo trekken. 115.000 kilometer. Komt uit Duitsland officieel. Na 7 jaar is hij hier in Nederland gekomen. Volledige historie heb ik overigens voor je bij. Laatst 4,5 jaar in bezit van de meneer die hem hier heeft ingeruild. De APK zit nog op tot 2025. En hij is prachtig mooi. Kijk maar eens mee. Parkeersensoren voor en achter. Lichtmetalen velgen met een beetje een donkere tint. Dat scheelt ook mooi in het schoonmaken. Origineel privacyglas. Panoramisch zonnendak. Kan ook open. Ook achter natuurlijk de sensoren. De trekhaak die zit er al onder. Want het is echt een geweldige caravan trekker. Twee witte platen. Lijkt me een beetje overdreven. Maar nou ja, ze zitten erbij. De meneer is echt liefhebber geweest. Dat kun je zien. Auto's van binnen en buiten echt keurig netjes. Je zou hem de leeftijd zeker niet geven. Even op de achterbank kijken. Vol leder. Isofix voor de kinderstoelen. Panoramadak brengt natuurlijk een hoop licht in de auto. De automatische versnellingsbak. Elektrisch verstelbare stoelen. Rijlaanbewaking. De cruise control natuurlijk. Climate control. Stoelverwarming. Navigatie. Maar vooral die motor, jongens, dat is echt geweldig goed. 2 liter, de quattro vierwiel drive, dus echt een super fijne combinatie. Hij heeft zelfs een automatische parkeerfunctie. Vorige eigenaar was een particulier, dus BTW kun je niet meer terughalen. Hoef je hem ook niet aan te betalen, mocht je financial lease willen doen. Dan is dat maar geregeld. Financieren particulier doen we natuurlijk ook veel. Inruilen ben ik blij mee. Stuur me wat foto's, krijg je direct een bieding van me. En echt de moeite waard. Dan zoek je een caravan trekker, dan is dit wel het ultieme, denk ik. Echt een hele mooie en fijne auto. En zoek je een hoogzitter automaat, ik heb er een stuk of 50, denk ik, op autosiro.nl. We hebben ruim 2000 hele positieve reviews. Ik heb ze niet allemaal zelf gemaakt, maar echt, je kunt hier rustig een auto kopen, denk ik. En je bent van harte welkom in Krachtenburg. Graag tot ziens. Hoi.